Republicans do not believe in socialism. We believe in freedom, and so do you. Ja, hij maakte natuurlijk een fantastische poppenkast van. Ik begreep dat de camera's al nu al stonden, terwijl het aanstaande dinsdag moet gaan gebeuren. Hij moet daar vingerafdrukken, moet hij daar achter gaan laten. Ja, en hij zo moet... wordt. En dan moet je zo'n mugshot laten maken. Is dat zo'n boevenfoto ja, met zo'n nummer? Een boevenfoto met zo'n nummer erop. Ja. That is a lot of fake news back there. That's a lot. Het van Rossum, kunt u mij horen? We volgen de komende dagen de ontwikkelingen rondom de aanklacht van Donald Trump op de voet. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast, dan ben je altijd op de hoogte. Ja, een paar termen die we voorbij zien komen nu. Unieke gebeurtenis. Voor het eerst in de geschiedenis dat een president, een oud-president, ja, wordt aangeklaagd. Iedereen was dan weer blij. Ik vind het niet verstandig. Het is ook een beetje om een leuke woordspeling te maken. Een trumped-up case. Traditioneel is dit een misdemeanor. Zoals dat heet, zeg maar, een soort overtreding. En er is een felony, dus een strafbaar feit van gemaakt. Het is nog steeds mogelijk dat een rechter zegt, kom op, wat is er nou voor een zaak van niks. Hij heeft die mevrouw betaald, die pornoactrice. Trump is een ellendeling. Ik bedoel, maar dat was dat niet weten het strafbare feit, hè? Wel. Maar er lopen nog twee andere zaken die eigenlijk, waarvan er althans één echt interessant is. En dat is die zaak die over Georgia, waar hij de gouverneur opbelt, zegt van, ik heb nog 15.000 stemmen of zo nodig en dan valt Georgia de andere kant op. En dat zou maar goed uitkomen. En dat staat op band. Dat is allemaal keurig. En daar wordt dan een proces over gevoerd. Alleen duurt het allemaal eeuwig lang. Ik vind dit geen verstandige zaak. Ik denk eerlijk gezegd wat Trump zelf ook denkt. Die is ook niet gek. Nou, hij is wel gek, maar niet zo gek. Laat ik het zo zeggen. Dat hij alleen maar voordelen heeft. Mensen zeggen, ja, dit is echt een politiek proces. Ik vind het heel onverstandig. Van degene die dit initiatief hebben genomen. Ja. Maar het is dus niet zo dat hij dat geld heeft betaald, die Stormy Daniels, maar dat hij het heeft opgevoerd in de boekhouding als juridische als kosten. Campagne. Dat is ook de enige reden die ze hebben waardoor ze, wat eigenlijk traditioneel een misdemeanor is, in een felony kunnen veranderen. Maar daar bestond toch ook zelfs bij de redactie van de New York Times waren wel lui die zeiden, nou, juridisch is dit allemaal niet zo fijn eigenlijk. Okay. Het is makkelijk te verkopen als een politiek proces. Want dat wilde ik jou vragen, het sentiment in de New York Times nu dit dus gebeurd is. Maar dat is dus wel kritisch ten opzichte van de aanklager. Ja, ze hebben het ook wel al flink uitgespeeld. Maar als ik haal al die columnisten door elkaar die ik gelezen heb. Maar daar was toch het idee, speel het op Georgia. Daar heb je echt een keihard geval van aanzetten tot fraude. Want daar kwam het op neer. Maar het kan natuurlijk nog dat nog komt, dat er nog eens een keer bij komt. Ja, dat kan heel goed, maar dan heb je een beetje de markt verpest met een beetje een knullig proces als dit. Of het is een tweede kans, stel dit mislukt, dan hebben ze nog een tweede ijzer in het vuur. En dan nog, ik weet helemaal niet als die veroordeeld wordt of dat consequenties heeft voor de kandidaatstelling. Want nergens stond van, als die veroordeeld is, is het klaar. Nee, volgens mij helemaal niet. Nee, dat zei Erik Moutaan, die correspondent van RTL. Die zei van, in Amerika heel tegenstrijdig. De ene dag ben je een crimineel, maar de andere dag kun je zo weer meedoen aan de presidentsverkiezingen. Ja, weet je, het is natuurlijk ook een heel rommelig politiek systeem in allerlei opzichten. Ja. En bovendien, er zijn helemaal geen precedenten. Dat we dan een laaienlichter als Trump ooit zou worden. Ook daar zou ik zeggen. Alle kiezers die op die man gestemd hebben, wisten precies wat voor vlees in de kuip hadden. Hoeveel schandalen en narigheid hadden we wel niet gehad. Hè? Dus ja, de democratie in dat opzicht is verkeerd. De democratie nog steeds in zwaar weer. In de zin dat een aanzienlijk deel van het electoraat, en niet alleen in Nederland, maar dat doet ze natuurlijk in Frankrijk precies zo voor in allerlei opzichten en in andere landen met een werkende democratie. We hebben het even niet over landen waar dat überhaupt niet aan de orde is. Dat de kiezers een ontheemde indruk maken. Dat ze eigenlijk niet goed weten wat ze met hun stem aan moeten. En dan geneigd zijn op kletspanjoers en ladelichters te stemmen. Zoals ik al eens eerder heb gezegd, ik schaam me dat ik het zeg. Maar dat die verzeilde systeem was zo gek nog niet.
Maar als ik je goed begrijp, zeg je eigenlijk, hey, die Trump die was al een beetje aan het wegzakken. Zijn populariteit was al aan het afnemen door die gekke bestorming. En nu geef je hem eigenlijk weer opnieuw een podium en ook de mensen die dus... Ja, zijn cijfers waren sowieso de laatste tijd al fors opgeknapt. Ja, mede en ze zeggen nu wordt dat nog alleen nog maar meer, want mensen die scharen zich achter hem. Ja, het probleem is ook bij Trump dat als die... Als hij alleen optreedt, dan is die misschien, zeker niet, zelfs misschien in republikeinse gelederen niet goed genoeg om weer gekozen te worden. Maar zodra hij een van meerdere kandidaten zou zijn, is hij altijd toch weer de populairste kandidaat. Binnen de republikeinen. Ja, precies. Dus als je de Santos hebt. Ja, er zijn voorverkiezingen nodig om tenslotte een kandidaat aan te wijzen. Ja. Wat vond je ervan dat al die republikeinen nu achter hem gaan staan? Zelfs Pence, die ook straks tegenstander van hem is in die verkiezingen. Ja, het lag voor de hand. Het is geen... Je kon ook makkelijk achter hem gaan staan. Door te zeggen, nou, is dat nou... Is dit niet een trumped-up case? Maar Pence zou ook kunnen zeggen, hij kan het ook voor zich gebruiken. Zeg, we moeten ja, want nog... Ken Pence heeft zelf natuurlijk ook ambities om... Ja, kan ook zeggen, die crimineel heeft, moet je me niet hebben. En hij, precies, hij heeft ook Trump wel bekritiseerd in de afgelopen tijd. We krijgen nu natuurlijk wel... Hij overigens denkt nou niet dat de Pence een fijne kandidaat is. Nee, ik bedoel, hele republikeinse aanpot is even rampzalig. Hoe idioot dit ook mogelijk... Nou, nee. Heel conservatief is die, hè, die Pence. Verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Hij was het ook weer. Hij wil niet in een ruimte aanwezig zijn. Het was iets met vrouwen. Waar één andere vrouw aanwezig is als zijn eigen vrouw er niet bij is of zo. Hij wil nooit alleen met een vrouw in een ruimte zijn. Nou, volgens mij had de NOS van de week zo'n reportage. Die waren ergens in een zaal in Amerika. In een van die conservatieve staten. Waar transgenders dan optreden. Drag queens. En daar was dus een man falikant tegen van de Republikeinen. En die ik weet niet waar die het allemaal mee vergeleek met de meest verschrikkelijke dingen. En dat wordt dus verboden daar. Hè? En andere staten die overwegen om hetzelfde te gaan doen. Nou ja, dat is een soort van wonderlijke culturele backlash. Die overigens ook aan de linkerkant even actief is als aan de rechterkant. Aan de rechterkant heb je dan net, zijn ze tegen de lentekriebel, zal ik nog maar even zeggen. En aan de linkerkant zijn ze bezig om het oeuvre van Agatha Christie te herschrijven. Dat je denkt, in wat voor tijd leven we? Wie was dat? Alle godvergeten agressieve bedweters. Wie was dat, die naam die je noemt? Die ken ik niet. Agatha Christie. Die ken ik niet. De beroemdste detective schrijfster aller tijden. Een miljard boeken verkocht. En wat voor profiel had ze? Had ze een links profiel? Nou, ze zal ook wel eens ergens het woord neger gebruikt hebben. Oh. Haar meest fameuze roman ooit... heette Ten Little Niggers, ... Oh. Die heet tegenwoordig And Then There Were None. Het N-woord. Daarvan is de titel al gewijzigd, maar nu, begreep ik, wordt het hele oeuvre onder de loep bekeken, of dat allemaal nog wat door de beugel kan. Nee, ik dacht, ik vraag en het even. Dat is een project wat geen eind kent, omdat natuurlijk, dan word je ook Dickens en dan gaat de hele 19e eeuw gaat voor de bijl. Maar waarom noem je dit voorbeeld? Als voorbeeld van linkse intolerantie. De wokeness, hè, dat we allemaal, dat ook alle teksten woke moeten worden. Ja. Nou, ik dacht, ik vraag maar eventjes wie dit is. Nee, je ziet wat ik straks even aanstipte. Dat je altijd enorm veel last hebt van de fanatici aan beide kanten van het politieke spectrum. Hè? Omdat fanatici gewoon ontzettend vervelende mensen zijn. Hele onaangename, zeurderige mensen die verknipt zijn. Ja, ze zullen het ook alweer niet kunnen helpen, maar goed. Dat je dus de wereldliteratuur nu herschreven moet worden. Het zijn natuurlijk wel de mensen die voor... In de jaren 60 had je al dat gelul dat de Tilburgse Universiteit moest de Karl Marx Universiteit worden. En ze hadden ook zo'n linkse spelling had je toen, weet je wel. Waar alle SCH's uit waren. Maar was dit serieus of een grap? Over Agatha Christie? Nee, die Karl Marx University. Nou, de studenten hadden toen de gebouwen bezet. En die hadden
universiteit een andere naam gegeven. Oh, dat heb je wel eens verteld. Ja. En er was in Utrecht ook een soort van vervolg opgekomen, toch? Of een op een nee, jammer genoeg niet. Wij hoopten als jonge medewerkers altijd dat wij ook bezet zouden worden. Nou, dat was het, ja. Dat zodat we lekker thuis konden gaan zitten. Maar we werden helemaal niet bezet. Ja, dat heb je verteld, ja. Hey, maar wat Trump, het wordt natuurlijk wel een gigantische show weer. Want hij moet van de week... hij maakt er natuurlijk een fantastische poppenkast van. Ik begreep dat de camera's al nu al stonden. Terwijl het aanstaande dinsdag moet gaan gebeuren. Hij moet daar vingerafdrukken, moet hij daar achter gaan laten. Ja, en hij zo goed. En dan moet je zo'n mugshot laten maken. Is dat zo'n boevenfoto met zo'n nummer? Een boevenfoto met zo'n nummer eronder. Ja. Maar dat is voor hem natuurlijk wel fantastisch. Iemand die uit de media wil. Ja, een foto van Nick van, dat hij er heel slecht uitzag. Ja, ik zag hem van een trap aflopen bij het vliegtuig. En dan zie je hoe oud hij is. Ja, joh. Dan zie je hem echt als een oude man die trap aflopen. Ja. Hij is van 46. Maar goed, hij is altijd nog 4 jaar jonger dan Biden natuurlijk. Ja, maar wat wil je zeggen, joh? Zou Biden weer tevoorschijn komen en dan denk je ook... Die werd gevraagd wat schuifelt hij ervan vond. Hij zo behoedzaam naar dat microfoontje toe. Ja. Nou, tot ik zie toen nog dat beeld van me. Dat hij hij schijnt zich toch te gaan kandideren. Ja, hij moet wel, denk ja, ik. Ja, waarbij het spijt me dat ik het zeggen moet. Ik ben niet omdat ik een solidaire bejaarde ben of zo... Maar ja, dat is in Amerika natuurlijk ook daar geldt dat de andere kant zo godvergeten vervelend en gevaarlijk is dat je dan maar een bejaarde. Ja. Nou ja, goed, ook aan die kant. Ik neem aan dat hij in een min of meer passabele gezondheid verkeert. En volgens mij heb ik al eens een keer verteld. Oh, daar heb je ze weer. Ja, ja. Zorg dat je... Ja, we gaan dat ding weer even aanzetten. Nou, zou dat apparatuur ook registreren als ze zo hard rijden? Dat denk ik niet. Maar je vraagt je wel af waar dat, even voor de mensen, het is het parkeerautootje met die scanauto's erop, waar het nog meer voor gebruikt kan worden. Die scanners. Ja, misschien worden we wel afgeluisterd. De Frans Halstraat. Ja, heel Nederland wordt afgeluisterd, zoals je weet, door Xi Jinping. Ja. Die heeft die afluisterapparatuur. Hoeveel gebruikers heeft TikTok nu wereldwijd? Miljarden, ja, toch? Ja, dat denk ik wel, ja. Wat die afluisterapparatuur, dat moet toch een hoop geld. En dat ze al die talen moeten leren natuurlijk. Want je moet weer natuurlijk dat TikTok in Nederland een beetje behoorlijk afluisteren. Dan heb je natuurlijk in China, in dat reuze gebouw van de TikTok afluisterij, heb je toch minstens, het aantal TikTok-gebruikers in Nederland, dat moet ook in de honderdduizenden lopen, zo niet meer. Hoe gaan ze dat precies doen? Waarschijnlijk zijn ze nu bezig om duizenden tolken op te leiden om ons effectief af te kunnen luisteren. Grote servers ook, om het allemaal op te staan. Ja, gigantische servers moet het zijn. Echt ongelooflijk. Hoe komen we toch weer aan deze zonderlinge paranoia? Je denkt toch ook... Wat voor wereld leven we toch? Waarom worden we toch door krankzinnigen bestuurd? Hoe komt dat toch steeds weer? TikTok. Wat een flauwekul. Maar je vindt het niet goed dat er iets van voorzichtigheid bij de overheid is? Puur een flauwekul. Ja, je kunt natuurlijk wel zeggen, Facebook en Instagram zijn die nou zoveel beter. Die doen hetzelfde. Kan ik je nog anders vertellen? De grootste afluisteraars ter wereld zijn de Amerikanen en de Engelsen. Dat is algemeen bekend. Ja, natuurlijk is dat algemeen bekend. En de Amerikanen zijn een prachtig voorbeeld van het hopeloos soort van flauwekul dat die afluisterij is. Omdat ze natuurlijk ook allerlei bronnen in het Midden-Oosten afluisterden. En die registreerden dat er signalen waren dat ze van plan waren om een grote aanslag in Amerika te plegen. Maar die signalen die bereikten ze pas 14 dagen nadat het gebeurd was. Omdat ze ruzie hadden. Omdat ze achterliepen en onvoldoende mensen hadden die Arabisch spraken. Ah, maar ze hadden toch ook, ze waren te veel in zichzelf gekeerd en ze hadden toch conflictjes onderling, die organisaties? Dat kan. Nee, dat is meer de kwestie van tussen de FBI en de CIA. Rond 9/11. De CIA wist dat er twee agenten van Al-Qaeda in Amerika waren. Maar... Mondje toe, die heeft dat niet aan de FBI verteld. Toen ze het tenslotte vertelden en de FBI op zoek ging, konden ze het niet meer vinden. Waren ze de stukken kwijt of zo? Nee, die twee personen waren verdwenen in de Verenigde Staten. Oh. Ze konden het spoor niet snel. Dat was nog voor 9/11? Ja, het waren twee lui die direct betrokken zijn geweest bij 9/11. Ja. Niet de snuggers, toch ook van de club, maar wel...
Maar die wel, die er direct bij betrokken waren, ja. Ik moest er heel erg aan denken toen van de week dat speelde rondom de Vries en die excuses die het kabinet dan hier weer heeft aangeboden. En toen lieten ze ook ergens zien hoe allemaal die verschillende organisaties langs elkaar heen werken. Toen moest ik aan dit voorbeeld doen. Heb je eerder ook al genoemd, hè? Ja, zeker. En die klacht van dat ze mensen op zo'n pilotenopleiding hadden. Die hadden gezegd landen hoefden ze niet te leren. Nee, dat klopt. Nee, dat was niet nodig. En dat was voor gewaarschuwd. En het werd niet nagetrokken door de FBI. Niet nagetrokken. En ze hebben ook ooit zo'n... er zijn tal van incidenten geweest die gewoon niet gebruikt zijn. Die niet nagetrokken zijn. En men wou het patroon niet zien. Nou kun je natuurlijk heel makkelijk achteraf zeggen... En je hebt het patroon niet gezien, want je kunt het pas goed zien als het gebeurd is, bij wijze van spreken. Maar er zijn meerdere signalen geweest waar ze niets mee gedaan hebben. Ja. Ik zwijg nog van de regering Bush, die sowieso niets geïnteresseerd was in Al-Qaeda. Hoewel ook daarvoor fors gewaarschuwd in die maanden. Hè, want ze waren natuurlijk in januari 2001 waren ze begonnen. Ja, dus in die maanden, dat is een hele bekende waarschuwing van ergens half augustus, 8 augustus. Ja. Maar daar waren ze totaal niet in geïnteresseerd, omdat ze feitelijk al besloten hadden. Of dat ze de overtuiging hadden dat het allemaal, dat Saddam Hussein moest worden aangepakt. Ja, maar dit is toch hetzelfde wat bij de Vries speelde? Ja, het is steeds hetzelfde. Dat bureaucratische organisaties natuurlijk vaak het meeste pest hebben aan andere bureaucratische organisaties. Waarvan zij menen dat ze op hun terrein zijn gekomen. Omdat natuurlijk het bewaken van je eigen terrein is een van de meest wezenlijke onderdelen van bureaucratische organisaties. Nou ja, dat was hier dus ook het geval. Maar ik wil maar zeggen, de Amerikanen hadden een mega afluisterapparatuur, niet waar, wereldwijd. En ja, ze hebben het ook afgeluisterd. Alleen ze hebben er niks mee gedaan. Nee, het kwam te laat. Ja. Ik sprak... Waarschijnlijk, die Chinezen moeten het... Ik vond het al zo komisch allemaal. Ik moet zeggen dat Ursula von der Leyen een prima toespraak heeft gehouden over de EU en China. Dat leek me allemaal ontzettend verstandig. Wat zei ze dan? Nou, dat we de Amerikanen niet achterna moeten gaan. Dat we een normale relatie met China moeten onderhouden. Dat we op onze hoede moeten zijn. Dat wel. Kritisch moeten zijn, dat wel. Maar dat we niet die paranoïde lulkoek van de Amerikanen, dat we daar niet mee moeten gaan. Nee, het is heel verstandig, toch? Dat lijkt mij ook. Ja. Dat lijkt ook het hele idee wereldmacht. Ja, het enige land wat misschien als zodanig zou kunnen worden beschreven is Amerika. Maar dan moet je ook dat hele complex van alliantiestructuren en soft power moet je erbij optellen. En Amerika heeft tegelijkertijd natuurlijk het talent om zichzelf enorm impopulair te maken wereldwijd. Ja. Want nu is Biden natuurlijk, die is het gebraden haantje in verband met de Oekraïne. Maar Jezus nog en toe, ze hebben natuurlijk eerst alle denkbare moeite gedaan om zichzelf zo impopulair mogelijk te maken. En bovendien is Amerika een instabiele factor. Maar het is het enige land wat een soort van aanspraak zou kunnen maken. En dan eigenlijk misschien meer door de soft power. Ik bedoel cultuur, films, liedjes, zangers, steden, Santa Kraam. Waar we allemaal, zeker ook in Nederland, natuurlijk gek mee zijn. Het is ook het grootste militaire apparaat ter wereld. Maar wereldmacht is sowieso een heel betrekkelijk soort van categorie. Er is ook we hebben eerder die verhoudingen toch even bekeken. Je hebt een wereldeconomie, een mondiale economie. Zeker tegenwoordig hebben we dat gekregen. En in die mondiale economie zijn de drie grootste spelers China, de Europese Unie en de Verenigde Staten. Maar die drie samen hebben precies de helft van de wereldeconomie. Dus dat betekent dat die drie grote spelers maar een derde van de helft hebben. Dus dat gaan we nu even uitrekenen. Weliswaar hebben we dat, en we hebben het nog wel net op school geleerd. Dus dat is 1/6. Bovendien, China, dat kan allerlei ongelooflijke ambities hebben. Doet een beetje wat dat betreft, natuurlijk ook verwant aan het Poetin-probleem.
Maar in de rest van de wereld zijn ze daar helemaal niet enthousiast over. Dat ze vaak zich dan laten paaien door de Chinezen, omdat ze vaak lobbeerde pest hebben aan de Amerikanen. En het Westen, vooral vaak als de voormalige kolonisatoren, dat is wat anders. Maar dat willen ze, dat wil helemaal niet zeggen dat ze graag willen laten onderdrukken door de Chinezen. Integendeel. Het Chinese model is toch totaal niet aantrekkelijk voor mensen die zelfs maar aan een minimum van vrijheid gewend zijn. Idem ditem, dat is toch nog stom bij Rusland natuurlijk. Rusland is niet een aantrekkelijk land. Rusland is niet een succesvol land. Bij China kun je nog zeggen, het is een succesvol land in de zin dat het in no time een omvangrijke industriële ontwikkeling heeft doorgemaakt. Ja. Maar ik durf het nauwelijks te zeggen. Het Westen is natuurlijk in alle opzichten veel aantrekkelijker. Iedereen wil graag naar leuke films kijken met onzin erin en beestjes met groene oren en allemaal, hè, dat soort van dingen. Want je weet, ja, wat je verder ook van Nederland of Europa of de Verenigde Staten mogen denken, je kunt in grote trekken doen waar je zin in hebt. En dat kan in China niet en dat kan in een stomme Rusland ook niet. Dus wij zijn nog steeds, ik geef toe, het is helemaal geen populair standpunt. Schrijft u vooral ook vele kritische brieven. Het Westen in de breedste zin van dat woord, het liberale Westen. En dan bedoel ik liberaal in de oorspronkelijke vrije zin. Het liberale Westen is oneindig veel aantrekkelijker dan al die godvergeten dwangsystemen die ze elders op de been gebracht hebben. Die vaak vooral excelleren het vermoorden van hun eigen bevolking. Ik moest nog denken aan een, jij had het net over die bureaucratie. En ik sprak van de week de directeur van het NFI. Ja, dat is het Forensisch Instituut. En die hebben hele lange tijd een hele slechte cultuur gehad. En hij zei, dat heeft ook ermee te maken dat wij, hoe noemde jij het, theoretisch opgeleide hadden. Hè? Dus hoger opgeleide mensen. Theoretisch opgeleide. Hij zegt, volgens mij hadden ze 180 mensen binnen de organisatie die gepromoveerd zijn. Hij zegt, dat zijn natuurlijk mensen die spreken zich uit. Die steken dat niet onder stoelen of banken. En daardoor was er dus een cultuur van wegpesten, niet in tegengedrag, ongelijkheid, noem maar op. En dus volgens mij onder een commissie hebben ze dat allemaal moeten verbeteren. En het is nu verbeterd. Dus nu is het weer gezond. Volgens mij zorgdrager heeft dat toen mede begeleid. Het heeft 3 jaar geduurd om die hele cultuur binnen die organisatie. En allemaal theoretisch geschoolde ruziemakers. Ja, de meeste wel. En ik vroeg ook, gaan ze dan weg? Maar toen zeiden, ja, dat is niet zo makkelijk als je dit werk doet. Het is niet zo dat je bij de buren weer hetzelfde werk kunt gaan doen. Dat geldt natuurlijk wel voor als je HR doet of administratie. Maar die mensen die dus echt die lijken onderzoeken en zo, ja. Dat is vrij specialistisch. Ja, dat is bovendien, is dat natuurlijk niet theoretisch. Dat is nou juist verrekte praktisch. Ja. He, denk maar in dat je zo'n skalpel in zo'n gedeeltelijk bedorven buik moet zetten. Dat is geen fijn werk. Want dat is natuurlijk een beetje de misvatting bij die nieuwe woordgebruik. Theoretisch en praktisch gescholden. Dat natuurlijk heel veel theoretisch gescholden ook heel praktisch werk doen. Ik heb nog net deze week een alleraardigste korte reportagetje gemaakt over de dendrochronologie. Dat we aan de hand van de jaarringen van bomen kunnen zien waar, hoe en wat. En dat we langzamerhand een aaneensluitend patroon hebben van jaarringen. Waardoor we kunnen bepalen dat een specifiek stuk hout wat we ergens gevonden hebben in de bodem dateert van, in dit geval waar ging het om dat schip in het Centraal Museum, van ongeveer 1000 jaar geleden. En dat is heel praktisch werk, want jij moet dat hebben. Je hebt een stukje hout nodig en dan heb je een microscoop nodig. Moet je de jaarringen gaan tellen? Ja, precies. En dat is nogmaals. En is daar techniek voor of moet dat echt gewoon met de hand? Ik moest het natuurlijk ook even proberen als klunzige presentator. En ik ben natuurlijk echt iemand die theoretisch geschoold is. Ja. Ik had al de pest aan archiefwerk, dus ja, ik ben wel erg theoretisch. Maar heel veel, zeker in de beta-wetenschappen, is heel veel werk is heeft een theoretisch deel en heeft een praktisch deel. Maar ja, het is met die woorden, dit is allemaal een beetje flauwekul. Hoe heette dat nou, die naam die je net noemde? Dendrochronologie. En waarom heet dat zo? Nou, dendro, dat is bomen, de chronologie die je kunt ontlenen aan de restanten van bomen. Hartstikke leuk werk hoor. Ja. Grappig dat je daar een verhaal over maakt.
Dat is natuurlijk ook een stukje geschiedenis. Nou, het ging over dat stinkschip. Hè? Ik weet niet of je ooit in het Centraal Museum bent geweest in Utrecht. Het is goed dat we het nu ter sprake brengen, toevallig. Want ik ga er nog iets anders over zeggen ook. Maar in het Centraal Museum in de kelder ligt een schip. Een houten schip wat in 1930 gevonden is bij een nieuwbouwproject in de stad Utrecht. En dat schip is geconserveerd met teer- en lijnzaadolie. Waardoor het een hele vieze stank veroorzaakt. Of dat sommige mensen vinden het vies. Maar mijn kinderen bijvoorbeeld vonden het, het stinkschip. Daar hadden ze altijd wel interesse in. Je kon al van verre kon je het schip ruiken, zal ik maar zeggen. En aanvankelijk dacht men dat het een Romeins schip was. Dat is het niet. Dat was natuurlijk een beetje een romantische gedachte. Dan zou het nog eens een keer 1000 jaar ouder zijn geweest ongeveer. En toen dacht men men dacht van alles en nog wat over de toven. En tenslotte is het door middel van die dendrochronologie, is dat schip gedateerd. En het is feitelijk, het dateert uit, in ieder geval het hout dateert van ietsje voor het jaar 1000. Moet je rekenen, het hout moet nog even uitgewaterd zijn. En er moet nog een schip getimmerd worden. Maar zeg maar, ik dacht ook wat lollig, we maken er gewoon. Het schip is van 1023, is precies 1000 jaar oud. Maar met die dendrochronologie, daar kun je van alles en nog wat. Want die tijdreeks op basis van die jaargangen, die loopt tegenwoordig tot ongeveer 6000 jaar voor Christus. Er zitten wel hier en daar wat lacunes in, maar dat is zo. En waar begin je met tellen? Aan de buitenkant of aan de binnenkant? Je begint volgens mij aan de binnenkant. Want je hebt dat kerntje in dat hout. En tel je die mee? Volgens mij begin je aan de binnenkant te tellen. Oh, je hebt niet goed opgelet, volgens mij. Nou, ik had moeite met de microscoop. Dat wil zeggen dat ik kon. Want die mevrouw die dat demonstreerde, die was daar. Nou ja, die was ook praktisch gevormd, zal ik nou maar even zeggen. Ik niet zo. Want ik kon steeds niet het meetonderdeel van de. Zat in het rechteroculair van de microscoop. En ik kon dat steeds niet combineren met wat ik verder door de microscoop zag. Maar goed, het gaat om het tellen van de jaarringen. Ja. Want die jaarringen die zijn wisselend van dikte. En heb je een fijn jaar, dan groeit de boom flink. En heb je een matig jaar, dan groeit die gemiddeld. Dus hoe dikker dat ding, hoe beter. Ja, precies. Okay. Waardoor die jaarringen dus een patroon vormen. En dat patroon kun je vergelijken met andere patronen. En als die bomen op verschillende tijden zijn geplant en gegroeid zijn, maar wel bijvoorbeeld deels nog in dezelfde tijd zijn gegroeid, dan kun je die dingen over elkaar leggen en zeggen, kijk, zie, dat is dat die periode op die plek. En dan op die manier kun je die tijdreeks opbouwen. Dus vind je een stuk hout in een middeleeuwse put, dan zaag je het doormidden en dan kijk je hoe het met de jaarringen staat. Natuurlijk allemaal heel voorzichtig enzovoort. En dan kun je zeggen, nou, dit hout is, met name kun je zeggen, van deze boom, die moet gehakt zijn in een specifiek jaar. Daarna kan nogmaals moet hout vaak uitwateren en zo. Maar goed, dan het is een nauwkeurige methode dan de bekende C14-methode. Want hoe gaat die? Die C14-methode die werkt in feite met een isotoop van koolstof. En die isotoop van koolstof, C14... Ik weet niet wat, ik neem aan dat het normaal dan, het is normaal, C12, dat weet ik eigenlijk niet. Die wordt door alle levende wezens opgenomen. Maar als die levende wezens eenmaal dood zijn, dan wordt dat langzaam afgebouwd. Dus die intensiteit van die C14, die neemt af. Daarmee kun je ook dateren. Dat hebben wij dus ook in ons. Ja, zeker. Ja, ze jou dus, stel voor je haar dood en je moet je natuurlijk niet laten cremeren, want dan valt er niet veel meer te ontdekken aan de zaak. En je wordt over 500 jaar gevonden. Dan is het handigste dat je een houten doosje meeneemt. Want dat kunnen ze dan met de dendrochronologie, kunnen ze dat eventueel dateren. Maar zo niet, dan kan het eventueel met de C14-methode. Dat kan ook. Dus er is een alternatief. Maar het is in ieder geval nauwkeuriger dan wanneer je denkt van we slaan er maar een slag naar. Ja. En nog eventjes met dat tellen van die ringen bij die boom. Is daar nog een vier ogen principe? Want de foutmarge is natuurlijk best wel groot. Nou, je kon het door die microscoop wel verrekt goed zien. Ja, maar stel je vertelt je. Of wordt het nog een keer nageteld?
Geen idee of het wel zo'n soort van controle is. Okay. Maar het ging heel precies. Bovendien wordt het onmiddellijk door een computer, ze had een laptop bij ze, geregistreerd. Ja, ja. Hey, waar is dit interessante onderwerp te zien? Is dit met Emma Wortelboer, dat programma? Nee. Dit is voor RTV Utrecht. Oh, kijk. Van Rossum Verteld. Van Rossum Verteld. Dat komt al vrij snel, geloof ik. Althans, op RTV Utrecht. Ja, leuk. Maar zodoende was ik gisteren in het Centraal Museum. Oh, je gaat nu nog een ander verhaal vertellen. Ja, precies. Ja, nou, het er toch toevallig over hebben. Dit was al erg interessant allemaal. Doet me ook oud genoeg het stinkschip weer te zien. Het ligt daar beneden in de kelder. Ze hebben ooit een hele muur opengebroken om het ding naar binnen te krijgen. Het is een enorm ding. Het is gebouwd rond de stam, de uitgeholde stam van een werk gigantische eik. Ooit. Waarschijnlijk zo'n grote eik als er nu in Nederland helemaal niet meer zijn. Maar goed, ik was dus in het Centraal Museum. En daar is een ontzettend aardige tentoonstelling. En die tentoonstelling gaat over de bentveugels. En dan zul je zeggen, wat is dat in godsnaam? Dat is een groep van Nederlandse schilders die in Rome werkten. Rome was toen heel invloedrijk en Caravaggio had enorme invloed op de schilderstechniek, op de manier van schilderen. Veel mensen trokken naar Rome, ook natuurlijk voor het Italiaanse licht. Kun je dat zeker na deze godvergeten klote maand, kun je dat ook wel voorstellen dat het Italiaanse licht moet bevrijdend zijn. En tussen 1620, zeg maar begin 17e eeuw en begin 18e eeuw, zijn tientallen Nederlandse schilders en tekenaars naar Rome getrokken. En hebben daar soms een heel bestaan opgebouwd, soms alleen een soort leerperiode doorgemaakt. Maar ze waren lid van een club. Die club heette de Bentveugels. Je werd ook geïnitieerd in de club. Je kreeg een soort van getuigschrift, ze hadden een hele poppenkast. Laten we zeggen, het waren vrolijke drinkenbroers. Het ging er vrolijk toe. Nou, daarvan wordt een beeld gegeven in de tentoonstelling, maar natuurlijk ook van al het werk wat zij gemaakt hebben. En dat is het is een bijzonder aardige en bezienswaardige tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. Het heet De Bentveugels. U kunt ook nog een alleraardigst boek kopen wat ook over dit onderwerp gaat. Het zijn allemaal schilders waar u nooit van gehoord heeft, waarbij je weer eens realiseert wat er is er al afgeschilderd in die 17e eeuw. Het is formidabel. Want er hangen hele aardige schilderijen die deels, en omdat ik gisteren ook alweer zo'n klote dag was, dat je bij het zien van die licht geromantiseerde Italiaanse landschappen met dat prachtige Italiaanse licht, denk je, jongen, zou ik toch maar niet naar Italië emigreren. Het is een rommelig land, maar goed, wij zijn ook druk bezig om van Nederland een rommelig land te maken. Dus waarom niet naar Italië? Hè? Je ziet jezelf zitten. En natuurlijk ook, dat is ook natuurlijk ik vind dat amusant. Dat wonen in dat Rome, in die wonderbaarlijke stad natuurlijk, die ooit de grootste stad van de hele mediterrane wereld was. En waar al die rare klonten, al die ruïnes van die reuzenstad, nog steeds is het zo dat als je nooit in Rome bent geweest, je komt voor het eerst in Rome, dat je denkt, ooit hebben hier mensen gewoond die echt iets konden, echte reuzen, hè. Enorme muren zijn er nog over. Je hebt ook die termen waarvan nog allerlei restanten staan. En die staan dus, al die dingen staan ook op die schilderijen. Van die steenklonten. Ja. Want de Romeinen metselden gewoon. Maar bekleden natuurlijk hun bouwwerken met marmeren platen. En die zijn er niet meer. Dus het zijn nu allemaal gemetselde klonten eigenlijk. Een ontzettend leuke tentoonstelling. De Bentveugels. Gaat kijken. En omdat ik nu toch bezig ben met een tentoonstelling, is ook alweer jaren geleden is er uit een wrak in de buurt van Texel een curieuze, uiterst luxueuze, uiterst dure jurk opgedoken. En rond die jurk is een documentaire gemaakt. Die wordt in de komende weken in drie delen uitgezonden.
op NPO 2, De Jurk. Ik weet niet of het De Jurk van Tessel heet of de, nou ja, zoiets dergelijks. Maar u kunt ook in Oudeschild, in het museum, het historisch museum in Oudeschild, kunt u De Jurk ook daadwerkelijk gaan bekijken. Sowieso een bijzonder aardig museum. En tegen mij klaagden ze wel eens dat er zo weinig mensen kwamen, dus u kunt daar nu iets aan gaan doen. Beneden in de kelder van het museum staat een ontzettend instructieve maquette van het commercieel bedrijf Tessel in de 17e eeuw. Kijk, wat leuke tips allemaal, Maarten, die je nu zomaar geeft. Ja, precies. Gratis en voor niks, dat is het fijne ook ervan. U kunt er zo heen. Dus mocht u op Tessel zijn, vergeet. Kijk, duizenden mensen gaan naar Oudeschild om daar op die terras een stukje haring te gaan eten of kibbeling of zo. Maar er staat, dat ziet u snel genoeg, er staat ook een op zichzelf nogal modernistisch of modern vormgegeven museum. Maar dat is een bijzonder aardig museum. Daar kunt u naar die jurk kijken. Want tweede jurk, die is lang niet zo indrukwekkend. Maar die eerste jurk, die is fantastisch in allerlei opzichten. Vooral natuurlijk omdat, ja, je vindt natuurlijk nooit jurken uit de 17e eeuw, want het is vergaan. Maar dit is bewaard gebleven in een of andere kist onder het zand, in dat scheepswrak. Ja. En hier kwamen we dus uiteindelijk op, we begonnen met Trump en uiteindelijk zijn we helemaal zo afgedwaald naar de kunst en naar deze tentoonstelling. Ja, en dat kwam eigenlijk allemaal vanwege dat theoretisch geschoold en praktisch geschoold. Klopt. Omdat veel theoretisch gescholden ook iets praktisch moeten doen. Ja. Zo praktisch dat ik bijvoorbeeld, jij wees er al attent op, er niet veel van terechtbracht achter die microscoop. Want ik kon met mijn rechteroog open, kon ik wel dat systeem zien waardoor je, laten we zeggen, afstand kon bepalen tussen die verschillende jaarringen. Maar dan zag ik de andere kant weer niet. Lijkt me ook wel lastig. Dat lijkt me wel lastig. Hey, en wat betreft Trump dus, conclusie, niet verstandig dat ze dit nu gaan doen. Ik vond het niet verstandig. Nee, ik had het niet gedaan. Nee. Ja, ik ben niet gebeld. Oké, nou, we blijven het volgen de komende dagen. Aanstaande dinsdag, belangrijke dag dus. Abonneer je nu op deze podcast, want dan mis je geen enkele aflevering. Waarom worden we toch door krankzinnigen bestuurd? Hoe komt dat toch steeds weer? In 10 jaar kun je, mits je een hooggeschoolde bevolking hebt, mits je geholpen wordt door je bondgenoten, mits je ruim gefinancierd wordt, kun je in 10 jaar de schade van die oorlog herstellen. Oorlog in Oekraïne. Download het luisterboek via de link in de show notes. U zou eens voor de aardigheid moeten lezen wat Amerikaanse journalisten schrijven die dan in Duitsland aankomen en het gebombardeerde Berlijn zien en al die andere steden waar weinig van over was gebleven. Die schrijven allemaal hetzelfde. Nog een podcast luisteren? Luister naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het niet verstandig is om je mobiele telefoon 's nachts op je nachtkastje te laten liggen. De link naar de aflevering vind je in de show notes.